Het zit er al heel lang, dokter. De aanleiding voor deze video is de observatie dat er verschillende casussen op het dermatoscopie-platform geplaatst waren, met gepigmenteerde afwijkingen dan, waarbij bleek dat het om een melanoom ging en waarvan de patiënt had gezegd dat het er al jaren zat en weinig leek te veranderen. Best wel verwarrend, want is de anamnese niet de hoeksteen van onze diagnostiek? Nou, we gaan 5 casussen bekijken. Dit is een casus van een man van 50 jaar. Die kwam meerdere moedervlekken laten beoordelen. En deze lesie was al jaren stabiel. De patiënt had huidtype 2 en een blanco en familiaire voorgeschiedenis. Hier even een close-up van de macroscopie en een dermatoscopisch plaatje. Dat oogt niet stabiel. Het lijkt niet pluis. Als je daar de ABCDE-regel op toepast, dan zie je een asymmetrische lesie met een wisselende begrenzing, meerdere kleuren ook, een diameter groter dan 5 mm en ja, het zou dan stabiel zijn. Nou, wat voegt de dermatoscopische beoordeling toe? Laten we kijken naar een close-up van de dermatoscopie. En als je daar dus even in 1 seconde naar kijkt, en ook wat langer natuurlijk, maar in die 1 seconde heb je eigenlijk al gezien dat daar heel veel gebeurt. En als je nou het linkerdeel van de lesie even weg zou denken, dan valt het nog wel mee. Maar ja, daar hebben we toch mee te doen. Dus het linkerdeel van de lesie zie je wel degelijk ook mogelijke aanwijzingen voor een melanoom. Dikke reticulaire lijnen, je ziet ook radiaire lijnen en je ziet ook nog grijze lijnen. Nou, die zie je dus allemaal in het linker segment. Ja, dus de perifere radiaire lijnen, asymmetrisch verdeeld. Verder zie je hier nog grijze lijnen ook en verdikte reticulaire lijnen. Het zijn dus 3 melanoomaanwijzingen. Kortom, niet pluis en het ging hier om een in situ melanoom. Nou, dan de tweede casus. Het was een dame van 67 jaar en die vertelde dat ze ook al jaren deze vlek had. En natuurlijk zit dan op de rug, dus heeft de patiënt dat dan goed kunnen zien. Het was ook al eens beoordeeld door de dermatoloog als onschuldig. En in de voorgeschiedenis had de patiënt wel een basaal celcarcinoom en een plaveisel celcarcinoom. Familia blanco, dus dit is natuurlijk wel een hoog risicopatiënt, zeker ook gezien de leeftijd. Nou, in dit geval was er twijfel bij de behandelaar, want ja, de lesie zat er al zo lang en het was ook nog eens een keer door de dermatoloog als onschuldig bestempeld, al dus de patiënt. Hier even de macroscopie, ook weer een opvallende grote bruine lesie met wat meerdere bruintinten, toch wel een ugly duckling lesie te noemen. ABCD niet pluis, asymmetrisch, wisselende begrenzing, bruintinten voornamelijk, groter weer dan 5 mm en nou ja, de evolutie zou dan geruststellend kunnen zijn, maar laten we eens kijken naar de dermatoscopie. En hier zie je direct ook weer in die 1 seconde heel veel chaos, asymmetrie van patronen en kleuren. Wat opvalt is dat je heel veel grijze puntjes ziet. Alsof een soort peper overheen gestrooid is. Verder witte, structuurloze gebieden en ook wat lijnvorming daarin. Meerdere kleuren, roze, bruin, grijs. Dus kortom, niet pluis. Hier ook weer, dus hier zie je heel goed de perifere radiaire lijnen. In 1 segment, natuurlijk verdacht. En natuurlijk ook weer die grijze puntjes en die witte lijnen. Hier nog een ander deel van de lesie. Het was zo groot dat het heel lastig was om in één beeld te vangen. Ik heb weer asymmetrisch verdeelde reticulaire lijnen. Ook dit was een in situ melanoom. De derde casus, 46-jarige man, die kwam eigenlijk voor iets heel anders. Had sinds 10 jaar deze vlek, een donkere vlek weliswaar. Misschien was die wel wat donkerder geworden in de zomer. Verder geen relevante voorgeschiedenis of familiaire belasting.
Nou ja, ABCDE niet pluis is eigenlijk al, dat zijn eigenlijk al voldoende argumenten voor excisie. En wat voegt hier de dermatoscopie nog toe? Ook weer asymmetrisch wisselende begrenzing, meerdere kleuren, groter dan 5 mm en dus ook wel mogelijk veranderd. Maar het zou er al wel 10 jaar zitten, dus ja, is dit dan bijvoorbeeld een melanoom? Bestaan vanuit een pre-existente nevus. Nou, laten we de dermatoscopie eens bekijken. En hier is een niet gepolariseerde dermatoscopie en dan zie je vooral heel veel kleuren en chaos. En om meer te kunnen zien heb je toch de polarisatiedermatoscopie nodig. En zo kun je ook de structuren beter gaan duiden. Hier zie je meerdere patronen, meerdere kleuren en meerdere melanoom aanwijzingen. Je ziet hier vooral lijnen. Die zie je in dit segment. Hè. Verder ook nog wat puntjes, hier verwijzend naar de bloedvaten en structuurloze gebieden. Nou, de aanwijzingen zijn hier meer dan één patroon, meer dan één kleur. De radiaire lijnen in één segment. Verder ook nog witte lijnen. Die witte lijnen zie je met name in dit segment. En dan ook die puntige bloedvaten verwijzend naar toch vermoedelijk een melanocytaire lesie. En deze patiënt is met spoed naar de dermatoloog gestuurd. En daar bleek dat er sprake was van een superficieel spreidend melanoom met 0,3 mm preslodikte. Dan de vierde casus, een dame van 58 jaar. Had een jeukende moedervlek van de rechterschouder. En het was onduidelijk of die vlek veranderd. Nou, hier een close-up. Die is wat onscherp, maar je ziet eigenlijk al wel dat het best wel een opvallende grote lesie is met wat meerdere kleuren. Groter dan 5 mm met onduidelijke evolutie dus ook weer. En hier, als je hier de melanoomaanwijzingen op toepast, dan zie je vooral zwarte puntjes en klodders die asymmetrisch verdeeld zijn. Verder bruin tinten, zwart, ook weer asymmetrisch. En ABCD niet pluis en ook dermatoscopisch, dus aanwijzingen voor een melanoom. Ook dit was een in situ melanoom. Tot slot de casus nummer 5. Deze casus is eerder ook een casus van de maand geweest. Een 56-jarige dame die kwam voor een preventieve check. En ook deze dame meldde sinds 10 jaar deze vlek te hebben. Het zou stabiel zijn. Als kind vaker verbrand. Wel. Geen voorgeschiedenis, geen familiaire belasting. En hier een macroscopie, ook weer zeer opvallend, wel een ugly duckling lesie te noemen. En de ABCDE-regel is niet pluis, althans de ABCD, hè, de E zou dan stabiel zijn. Nou, laten we eens kijken naar de dermatoscopie. Ook hier weer de niet gepolariseerde dermatoscopie voegt hier weinig toe. Natuurlijk zie je wel die huidlijnen doorlopen, maar dat is van weinig voorspellende waarde. En zeker als je ze ziet, dan kun je melanoom daar niet op uitsluiten. He, zijn ze afwezig, dan kan het toch wel om een melanoom gaan. Maar hier waren ze intact en zelfs ook nog wat enkele haren. Nou, hier zie je nog wel relatief weinig chaos ten opzichte van de casussen in de voorgaande voorbeelden. En wat opvalt is dat het bestaat uit reticulaire lijnen. In dit segment verder ook puntjes asymmetrisch verdeeld. En je ziet ook een structuurloos patroon met ook een beetje een wit-grijze zone daar in het midden. Kleuren bruin, grijs-wit en zwart. En die pseudopodia die verwijzen naar groei van de lesie. En laten we daar nog een close-up van weergeven. En die zie je dan hier. Dus dat zijn lijnen met een bolvormig uiteinde. Het is een bolletje op een stokje. Met een asymmetrische verdeling. En dat is een kenmerk van een melanoom en een groeiende lesie. Dus al 10 jaar onveranderd. Nee, deze lesie is aan het groeien. Ook deze patiënt werd vlot naar de dermatoloog gestuurd. En ook hier liet de PA een in situ melanoom zien. En daarna natuurlijk ook een re-excisie met 5 mm marge, zoals dat geadviseerd wordt bij in situ melanomen. Tot slot.
Hoewel natuurlijk een zorgvuldige anamnese de basis is van de diagnostiek van een verdachte afwijking en een hoeksteen van onze diagnostiek, en dan blijft het toch van belang om alert en kritisch te zijn wanneer een patiënt zegt dat de lesie er al jaren onveranderd zit, en zeker als daar de macroscopie en de dermatoscopie tegen pleiten.